Wat is nou eigenlijk de aantrekkingskracht van het koor? De aantrekkingskracht is niet alleen het koor. De aantrekkingskracht is een palet aan verschillende facetten. Een belangrijk facet is wat Bach geschreven heeft. Bach heeft het evangelie van Matthäus, het lijden en sterven van Christus, heeft hij gebruikt. Heeft daar commentaar op geleverd door delen van dichters aan toe te voegen. Door kerkmuziek eraan toe te voegen. En dat geheel bij elkaar maakt het tot een ontzettend mooi stuk. Dus elk jaar is er een klein beetje iets anders wat toch wel verrassend is uiteindelijk. Ja, er wordt ook elk jaar worden er weer op andere facetten wordt de aandacht gevestigd door onze dirigent. Elke keer weer wat anders, dan pakt hij zus en dan pakt hij zo. En dan merk je van, hey, vorig jaar heb je dat niet gezegd, nu doe je dat wel. En voor ons is dat ook weer verrassend. Maar daarnaast zijn er ook elk jaar momenten waarop je zelf, althans ik zelf als koorlid, ontroerd ben van de muziek en de tekst die je moet zingen. En soms moet je jezelf ertoe aanzetten om te gaan zingen omdat het zo mooi is. Je wil eigenlijk ook wel een stukje luisteren. Het is elk jaar opnieuw verschrikkelijk mooi om het uit te voeren. En het blijkt ook, gelet op de hoeveelheid toeschouwers, elk jaar opnieuw dat zij dat ook erg mooi vinden.